De tijd die kinderen spenderen aan het kijken naar tv of dvd en aan het spelen op de computer Nintendo, Wii, iPad of PlayStation wordt ook wel de totale schermtijd of mediatijd genoemd. Voor kinderen van de lagere school zou deze tijd moeten beperkt worden tot maximaal twee uur per dag. Wanneer de mediatijd van kinderen wordt beperkt tot twee uur per dag, vermindert voor hen het risico op vele negatieve ontwikkelingen. Zoals gewelddadig en agressief gedrag, slecht zelfbeeld, overgewicht en obesitas, en verminderde prestaties op school. Daarnaast zullen kinderen meer deelnemen aan actieve en sociale activiteiten wanneer hun mediatijd beperkt wordt.